We zoeken Tivoli. Tivoli, spring er maar in. Rij maar mee. Jongens, waarom moeten jullie naar de Tivoli dan? Nou, we willen graag weten hoe een concert wordt opgebouwd. Nou, dat komt dan helemaal goed, want in de Tivoli worden concerten opgebouwd. Daar zijn ze nu een show van Kane aan het opbouwen. Dus kunnen jullie mooi zien hoe dat allemaal gebeurt? Helemaal te gek. Knopjes. Nou, met deze lichttafel van alle knopjes kunt het licht bedienen. Kijk maar naar het podium. Zo gaan de lampjes gaan uit. Als deze bijvoorbeeld omhoog schuift, dan gaan die lampen allemaal op het podium aan. En ik kan ook bijvoorbeeld een ander kleurtje in een lampje doen. Ik heb nu deze lampjes aanstaan. Ik kan bijvoorbeeld dit kleurtje in doen. Blauw. Groen. Geel. Wit. En ik kan ook zo bewegen. Wauw. Nou, hier zijn een aantal dimmers van Tivoli. Hiermee kunnen lampen die net op de tafel aan uitzetten, kunnen hier dimmen. En hier kunnen dus ook harder en zachter zetten. En thuis heb je schakelaar waar je met lampen aan en uit kan zetten. En hier kunnen we ook zo harder en zachter zetten. Heb je niet heel veel stroom nodig voor zoveel lampen? Daar heb je inderdaad een heleboel stroom voor nodig. En dan zie je in deze stekkers hier zo. Dit is alle stroom die gebruikt wordt voor alle lampen aan te zetten. Je ziet daar die hele grote stekker zitten. Dat is de krachtstroom. En de krachtstroom is veel meer dan de kleine stekker bij je thuis in de muur. En in zo'n aansluiting staat gelijk aan 6 stekkers thuis. Waar gaat al het geluid naar van de podium naartoe? Al dit geluid? Dat gaat daar naartoe, naar de PA. Zullen we even naartoe lopen? Ja. Wat is een kanaal? En waarom zoveel? Bijvoorbeeld een gitaar. Ja? Als een gitaar. Er komt een signaaltje uit, dat is één kanaal. Een drumstel bijvoorbeeld, die heeft er heel veel. Alle bekkens, alle trommels, daar zit allemaal een microfoon op. En zingt die drummer ook nog, heeft hij ook nog een microfoon. Dus daarom zijn het zoveel kanalen. Een drumstel heeft al heel snel 7 kanalen. Ik heb nog één bonusvraag voor jullie. Voor 5 bums, hoeveel kanalen speelt Kane naar de PA toe? Stuk of 41? Ik denk 44 kanalen. 44. Dan heb jij 5 bumps verdiend. Yes!